Hoi, ik ben Anne Marijke en ik ben arts bij de GGD Hollands Midden. Heb jij vragen over het coronavaccin? Bijvoorbeeld of het veilig is en of je er onvruchtbaar van wordt? In deze video ga ik proberen een aantal van deze vragen over het coronavaccin te beantwoorden. Nee, je kunt niet onvruchtbaar worden van het coronavaccin. En dat weten we zeker. Voordat het vaccin op de markt kwam, is er heel veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het vaccin. En ook naar ernstige bijwerkingen zoals onvruchtbaarheid. De onderzoekers hebben geen gevolgen op de vruchtbaarheid gezien. We weten dus dat de werking van het vaccin geen gevolg heeft voor je vruchtbaarheid en ook niet op de groei van de baby in je buik. Inmiddels zijn er heel veel mensen gevaccineerd en hebben we kunnen zien dat er geen problemen ontstaan met het zwanger worden of tijdens de zwangerschap of met de baby nadat je een coronavaccin hebt gekregen. Wat we wel weten is dat je als je zwanger bent een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona. Des te belangrijker om je juist wel te laten vaccineren tegen corona. Bij iedere vrouw is de menstruatiecyclus wel eens in de war. Je hormonen of je menstruatiecyclus kan veranderen door verschillende dingen, bijvoorbeeld door stress, een veranderd eetpatroon of een griepje. Je immuunsysteem moet harder werken bij een griep of na een vaccinatie. Dit heeft dan invloed op je hormonen, waardoor je menstruatiecyclus even onregelmatig kan zijn. Dit komt dus niet door de vaccinatie zelf, maar door een reactie van je immuunsysteem. Is dat erg? Nee, wij denken van niet. Vaak is de onregelmatigheid maar van korte duur, niet langer dan één cyclus. Daarna keert het weer terug naar normaal. En nog belangrijker, het heeft geen invloed op je vruchtbaarheid. Veel mensen vragen zich af wat de lange termijn effecten van het coronavaccin zijn. Wij kunnen dit pas met 100% zekerheid zeggen over 10 tot 20 jaar. Tot nu toe wijst niets erop dat er belangrijke bijwerkingen zijn. We weten dat het vaccin al na enkele dagen volledig verdwenen is uit je lichaam. Het enige wat overblijft zijn de antistoffen die je lichaam zelf heeft gemaakt en die je beschermen. Tegen corona. Bijwerkingen houden we steeds heel goed bij. Inmiddels zijn er heel veel mensen gevaccineerd en zien we geen problemen. We kunnen dus de conclusie trekken dat het vaccin veilig is. Hopelijk heb ik deze vragen voor jou kunnen beantwoorden. Heb je nog meer vragen of wil je extra informatie? Ga dan naar de website van Varos of Steffi. Of ga naar je eigen huisarts.